Het is dit weekend Allerheilige Allerzielen en dus worden de graven op de diverse kerkhoven in de regio goed opgepoetst. In Schinnen worden de kerkelijke herdenkingen op traditionele wijze gevierd. In de zin van dat het hier in de parochies, in de dorpen, is blijven voortbestaan als een levende herinnering aan de mensen die hier geleefd hebben, gewerkt hebben, hier gestorven zijn en hier begraven zijn. Hier is het een plek waar levende en doden elkaar ontmoeten en in een levend contact eigenlijk inhoud geven aan het geloof dat wij niet bestemd zijn om voorgoed in de vergetelheid te raken, maar dat onze God ons in leven houdt, voor altijd. Ja, je bent er toch wel mee bezig deze dag. Je denkt eraan en dan kom je het graf. Meestal doe ik met mijn zus een graf schoonmaken. En ja, dat is het dan zo'n beetje. Het hele jaar denk je er eigenlijk wel aan. Hè? Het is toch al 30, 35, 40 jaar geleden bijna zelfs. Mm-hmm. En je denkt er nog iedere dag aan? Ja, toch wel vaak. Bij bepaalde gebeurtenissen, dan komt het wel boven. Hè? Ja. En vooral als je ouder wordt, vind ik. Daar heb je toch wel vaker over vroeger en zo. Hè? Mooie bloemen heeft u in de handen? Ja, die zijn voor in de vaas. Hè? Ja. Die komen op het graf te staan van uw ouders? Ja, ja. Ja, het hoort erbij. Hè? U heeft net flinks aan te schrobben, hè? Ja, het is nodig na een jaar. Maar één keer per jaar geschrobd dan? Ja, één keer per jaar. Het is groot schoonmaken. U komt toch vaker dan één keer per jaar weer? Jawel, jawel. Geregeld. Ja. Ja. Zet ze maar op dan, hè? Ja, zullen we dat doen, hè? Er is een tijd geweest dat alle zielen vooral een viering was in diepe rouw, in droefheid, in smart, waarin vooral het eigen verdriet om het afscheid hoogtij vierde. En in dat verdriet op een gegeven moment gedacht werd voor de mensen die gestorven zijn. Ik denk dat nu zuiverder wordt aangevoeld dat over de grens van de dood heen er een band is die leven geeft naar twee kanten toe. En dat is wat we vieren. En ik denk dat in de praktijk de mensen gewoon even heel erg sterk terugdenken aan de geliefden die hun ontvallen zijn. Natuurlijk, die worden op zo'n dag als deze weer bijzonder levend voor hun. Ze staan rond dat graf en komen met familie samen. Daar worden herinneringen opgehaald, er wordt gelachen, gelukkig ook. Hè, over opa, die enzovoort, en dan komen de verhalen los. Daar is natuurlijk vooral ook de droefheid. En ja, moet je ook vooral denken aan ouderen die hun kinderen verloren hebben. Want dat is natuurlijk intens droef. Hè, wat dingen. Nou, op een dag als deze leeft dat. Hier achter ons, waar de kinderen begraven zijn. Ja, daar voel je dus op een gegeven moment hoe het verdriet van dit afscheid tot op de dag van vandaag levend is. Maar tegelijkertijd diezelfde ouders hier durven te komen en durven te vertrouwen dat ook hun kind thuis is bij God. Dan ligt het kerkhof er schitterend bij, dat kan niet zomaar. Daar heeft hij, neem ik aan, een hoop vrijwilligers voor. Ja, dat is natuurlijk geweldig belangrijk dat deze plek niet alleen de plek is waar mensen komen om met hun levende en doden te delen, maar dat ook vrijwilligers iedere maand opnieuw hier met z'n 15e klaarstaan om zo'n kerkhof in deze staat te houden die het heeft. En dat is gewoon een weldaad om naar te kijken.